Sinds 2012 organiseert Lennart Lenskens de Dordrecht Pride. Maar hoe is dat zo ontstaan? Wat is hem het meest bijgebleven van de afgelopen edities? En hoe kijkt hij uit naar de komende Pride? Wij blikten met hem terug en keken met hem vooruit. Dordrecht Pride, het is nog steeds ontzettend belangrijk dat we er aandacht aan besteden. Waarom is dat? Ja, het is natuurlijk een thema om jezelf te kunnen zijn en dat ook te kunnen uitdragen. En dat is heel belangrijk. Het is hier in Nederland is het eigenlijk wettelijk goed geregeld dat je jezelf mag zijn. Maar ja, sociaal is dat toch is die acceptatie vaak een heel stuk minder. En dat begint gelukkig een beetje de goede kant op te gaan. Maar nog steeds hebben 7 op de 10 LHBTI'ers te maken met verbaal of fysiek geweld. En is die acceptatie er ook nog niet op het punt wat we eigenlijk zouden willen. Dus Dordrecht is dan weliswaar een eiland. Maar ja, als je naar de landelijke cijfers kijkt, dan geldt dat natuurlijk ook voor Dordrecht. Want hoe zien we dat dan in Dordrecht terug? Dat er eigenlijk nog steeds niet genoeg acceptatie is? Nou, acceptatie, dat vindt vaak, waar het probleem vaak ligt, dat is op religieus vlak. En Dordrecht, en zeker met de omgeving daaromheen, ja, speelt dat echt nog wel. Een themaavond in de Grote Kerk is ook echt wel een onderdeel wat we vaak terug laten komen tijdens onze prijs. Dat is gewoon heel belangrijk. En onlangs hebben we een avond georganiseerd over jezelf kunnen zijn binnen de sport. Daar is het ook op een of andere manier nog helemaal niet zo vanzelfsprekend dat je jezelf kan zijn. Het wordt wereldnieuws wanneer een topvoetballer uit de kast komt. Wanneer een topvoetballer zichzelf is. Ja, dat vind ik gewoon echt heel raar. Het zou eerder nieuws moeten zijn als een voetballer niet zichzelf is, denk ik. Maar dus, ja, dat speelt ook op lokaal niveau natuurlijk. In 2012 toen bezocht ik met mijn vriend de Cologne Pride, de Pride in Keulen. Dat was zo'n enorm groot publieksevenement. En in dat jaar werd Dordrecht evenementenstad van het jaar. En toen zei ik later op de terugweg, ja, Dordrecht, waarvoor hebben wij geen Pride eigenlijk in de stad? Dus ik was eigenlijk verbaasd dat we dat niet hadden. En toen ben ik me later natuurlijk enorm gaan verdiepen in dat thema. Toen merkte ik dat we helemaal niks hadden op dit gebied. Geen COC, geen belangen. Vereniging, geen café, geen horeca, gay horeca. Dus dan dacht ik, ja, daar ligt echt nog wel iets wat we op kunnen pakken. Dus ja, dat ben ik toen ook destijds samen met de gemeente gelijk op gaan pakken. Ja. 2012 is mee begonnen. Ging dat nou een beetje of was het toch wel hortus? Dat was gelijk een hele goede editie, al moet ik zeggen. We kregen natuurlijk niet gelijk de handen op elkaar. En dat is nog steeds best wel moeilijk, ook al zijn we 10 jaar verder. Maar in 2012, toen ik met de plannen naar buiten kwam, toen was men echt bang dat we met bootjes hier door de haventjes zouden gaan met veren en blote mannen op bootjes. En dat hebben we natuurlijk niet gedaan. Dat past niet zo bij onze stad. Maar ik moet zeggen, er worden nog steeds wel eens, krijg ik nog wel eens te horen over die allereerste editie. Dat mensen dat zo mooi vonden, 3 dagen lang met de Grote Kerk, met het Dordrecht Museum. We hadden echt een heel totaal pakket. En mensen zeggen dan vaak, oh, dat was zo leuk voor een match met de Venga Boys. En dat heeft toch wel, misschien dat de allereerste editie was, dat heeft toch wel zo zijn sporen achtergelaten, ja. Eigenlijk. Ja. Eerste editie, ondertussen hebben er zes plaatsgevonden, ja. Nu de 7e. Ja. Was er dan een beetje de hoogtepunten geweest in die afgelopen edities, maar ook misschien juist ontwikkelingen die we terugzien in de stad, die juist positief zijn? De Pride heeft echt een groeispurt gehad, zeker vanaf 2018, dat we ook een Pridewalk hebben georganiseerd. En aanvankelijk dachten we, ja, hoeveel mensen zullen daar aan meelopen? En toen bleek het een stoet te worden van honderden mensen. En dat, ik heb medewerkers of vrijwilligers uit ons team, die stonden gewoon huilend van emotie, dat het zoveel mensen waren. En we kregen echt kippenvel van dat het zo ondersteund werd, want dat geeft ook een gevoel van samenhorigheid en ondersteuning en dat je er niet alleen voor staat als LHBTI'er in misschien toch een omgeving, Dordrecht en de dorpen eromheen, waar het niet altijd even makkelijk is om jezelf te kunnen zijn. Hebben jullie ook het idee dat er steeds mensen dan nu aanhaken, want ja, het wordt steeds bekender ook in Dordrecht. Ja. Is het steeds populairder, de Pride? Of? Het werd steeds populairder tot corona kwam. Die gooide echt wel roet in het eten. Dat is heel jammer. En we hebben een binneneditie moeten doen vorig jaar. En dat kon, was natuurlijk geweldig. Maar toen zaten we wel met de coronamaatregelen, met 1,5 meter afstand, met
beperkt aantal bezoekers, kaartverkoop. En ik had heel graag gewild dat we dit jaar weer op dit plein zouden zijn. Maar we hebben toch nog wel te maken gehad met de naweeën van de coronaperiode. Dat ondernemers terughoudend zijn en misschien ook wel terecht. Want in maart wisten we eigenlijk nog niet zo wat die maatregelen gingen inhouden voor dit jaar. Dus we hadden hele korte tijd om ondernemers en partners mee te krijgen voor de Pride dit jaar. Waardoor we op een gegeven moment hebben moeten zeggen, nou ja, we kunnen of helemaal niks gaan doen, of we gaan toch weer naar het energiehuis. En dat is later een uitgebreider programma met ook een openluchtfilm in de kloostertuin. En een dansende stoet eigenlijk van die kloostertuin naar het energiehuis. Met koptelefoons op in de disco. Oh, dus dat gaan we voor het eerst doen. Dat wordt een hele kleurrijke, ja, dat wordt een heel feestelijk iets. Ja. 2 september is dus de grote dag. Ja. Wat is voor jezelf dan echt nu het hoogtepunt? Waar kijk je nu het meest naar uit, naar die dag? Nou, ik vind het heel leuk. Ik hou wel van de romantiek van zo'n klein parkje. Dat zie je hier natuurlijk op het Beverwijksplein. Dat geeft gelijk een heel gezellig gevoel voor een evenement. En nu hebben we de Kloostertuin. En daar hebben we eerst een optreden van Bram Singstar. En die heb ik laatst gezien bij Gluren bij de Buren. En die kan fantastisch goed zingen. Dus die doet eerst optreden, hebben we openluchtfilm. Dat wordt ook een silent movie met koptelefoons op. Van een echt hele leuke feel-good film. Over iemand die drag wil worden. Everybody's talking about Jamie. Dus dat lijkt me echt qua sfeer echt een heel mooi eigenlijk in die Kloostertuin. En dan met Dancing in the Streets, dat is een Rotterdams concept. En we werken ook samen met die organisatie uit Rotterdam. En als ik de beelden van Rotterdam zie, dat ziet er al zo leuk uit. En wij voegen er nog van alles aan toe met lampjes en regenboogvlaggen. Dus dat wordt wel heel leuk. En we hebben natuurlijk Birgit Lewis in het energiehuis en de danseretten. Dus dat wordt wel heel erg leuk. Het wordt echt een spektakel toch, ondanks dat we binnen moeten houden. Nee, het wordt heel feestelijk. Want nou ja, we hebben nu weer 2 september is dus de grote dag. Ja. We hebben ook in andere plekken in Nederland hebben de Pride. Ja, zeker. Maar het is elke keer maar 1 dag. Is het niet belangrijker dat er elke dag bewustzijn moet komen voor deze Pride? Tuurlijk. Maar het begint wel met 1 dag waarop er even aandacht is voor het thema. Ik bedoel, wij lopen hier nu ook. En als iedere dag, sowieso kan je niet iedere dag evenementen organiseren. Maar dat is 1 keer per jaar al heel lastig. Maar het is heel goed om 1 keer per jaar, in meerdere momenten in het jaar. Je hebt ook een coming out day. En op 17 mei heb je altijd natuurlijk de internationale dag. Het is wel goed om een paar eikmomenten te hebben. Om wat extra aandacht voor het thema te vragen. En wat wij ook veel horen vanuit de regio, de dorpen om ons heen. Dat mensen daar echt naar uitkijken naar dat moment. Want op dat moment dan kunnen ze zich even helemaal zichzelf zijn zonder te hoeven denken. Oh, ziet iemand me? Of gewoon durf die regenboogvlag te laten zien. Durf je vriend, vriendin, partner een kus op de mond te geven. Dat kan tijdens zo'n evenement. Dat is even een veilige plek waarin je gewoon jezelf kan zijn. Maar is het eigenlijk niet, misschien ook wel slecht, misschien niet het juiste woord, maar je niet veilig durven zijn of niet veilig zijn? Nee, Pride is natuurlijk wel meer dan alleen een feestje. We vieren met elkaar dat je jezelf kan zijn op zo'n moment. Dat is belangrijk. Maar het blijft ook wel een protest. Het is nog steeds wel een protest voor gelijkheid en voor meer acceptatie. En zonder zichtbaarheid is die acceptatie er ook niet. We hebben natuurlijk hier in Dordrecht best wel een soort eilandgevoel met, nou ja, als je het niet ziet, dan is het er ook niet, het thema. Dat hebben we ook gemerkt met jezelf kunnen zijn binnen de sport. We hebben met de gemeente ook alle sportverenigingen uitgenodigd voor de themaavond. En er is niet één sportvereniging die daarbij aanwezig is geweest vanuit Dordrecht. Dus die hebben allemaal een beetje het idee, nou, bij ons is iedereen welkom, het speelt niet. Maar als het geen aandacht heeft, dan wordt het verborgen. En dat is eigenlijk nog het meest schrijnende, als iemand niet zichzelf durft te zijn, omdat het verborgen wordt door de rest. Ja. Ja. Want zouden daar als in Dordrecht, kunnen we daar nog meer aan doen? Tuurlijk, we kunnen altijd meer doen, maar wat zou jij dan nu misschien als tip mee kunnen geven aan de gemeente of
de Dordtenaren, hoe we daar meer open over kunnen zijn? Nou, weet je, wat ik heel belangrijk vind is altijd, draag het ook uit, hè, dat iedereen welkom is. Doe eens een keer op zo'n speciaal moment dat er Pride is of dat er coming-out dag is, hang die vlag op. Het is maar een symbool, maar dat is wel een heel belangrijk symbool. Want als jouw bedrijf zeg maar meedoet met de Pride of een keer de Pride-vlag uithangt, dan straalt dat wel af op de werkvloer. Bij de werknemers die denken, oh ja, nou ja, ik zit hier wel bij een bedrijf dat het ondersteunt. Ik kan en mag hier gewoon zijn wie ik ben. En het is natuurlijk op de werkvloer, maar dat geldt ook bij scholen, bij sportverenigingen. Dan moet ik zeggen dat bij scholen al heel vaak de regenboogvlag op Coming Out Day gehesen wordt. Dus dat is echt wel, er zijn ook GSA's. Dus er wordt ook echt wel, de laatste jaren zien we ook wel positieve stappen daarin. Maar dat kan natuurlijk altijd een tandje meer. Ja. An everlasting piece of art, a beating of within my heart. We're going up, euphoria. Euphoria. We're going up. Dan kan je met elkaar gewoon de diversiteit vieren. En ik denk dat gewoon heel erg belangrijk is ook. En ja, wat ik aan toe wil voegen, blijf altijd wie je bent. Blijf jezelf en strijd daarvoor.